Pom. Hallo, ik ben Marijke van Pom. Bij Pom houden we maximaal rekening met de betaalgewoonte van je klanten. Naast een onmiddellijke betaling is het ook mogelijk om de betaling op de vervaldag te plannen. In deze video leg ik stap voor stap uit hoe dat precies werkt. Stel, je klant ontvangt deze factuur. Ze heeft 30 dagen tijd om te betalen. Als het even niet uitkomt om meteen te betalen, kan ze er ook voor kiezen om de betaling op vervaldag te laten uitvoeren. Ze scant de POM QR-code op de factuur en komt meteen op een betaalpagina terecht waar alles vooraf is ingevuld. Ze kan op die pagina kiezen om de betaling op de vervaldag te laten uitvoeren. De betaaldatum kan nog gewijzigd worden, maar niet later dan de vervaldag natuurlijk. Standaard staat deze datum ingesteld op 2 dagen voor de eigenlijke vervaldag. Op die manier staat het geld zeker tijdig op de rekening van de begunstigde. We vragen hier ook om een e-mailadres in te vullen. Als het saldo van de rekening op het moment van de inning onvoldoende blijkt, wordt er automatisch een mail verzonden met een betaalknop om de betaling alsnog uit te voeren. De volgende stap is aan de betaalapp kiezen om te betalen en de betaling te bevestigen. Achterliggend wordt hiervoor een zogenaamde bankcontacttoken geregistreerd die bijhoudt wanneer het bedrag precies van de rekening gaat. Voilà, zo eenvoudig is het. In dit schema vatten we alles nog eens samen. Na het scannen van de QR-code op de factuur kan je er dus voor kiezen om de betaling in te plannen op vervaldag. De eigenlijke inning vindt dan plaats een paar dagen voor de vervaldag, tenminste als het saldo op de rekening toereikend is. Indien dat niet het geval is, wordt er automatisch een mail verstuurd met daarin een handige betaalknop. Op die manier zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk facturen binnen de betaaltermijn geïnd kunnen worden. Wil jij deze betaalfunctionaliteit ook aanbieden aan jouw klanten? Laat het ons zeker weten. Pom, 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 pom.